En er is nog een vijfde sleutel voor succes. Voorbeeldgedrag. Want niets werkt aanstekelijker dan voorbeeldgedrag. Ook heel logisch, want mensen zijn kuddedieren. Voorbeeldgedrag verspreidt zich als een virus razendsnel door de hele organisatie. Ik hoor veel managers praten over leiderschap en innovatie, maar in hun eigen gedrag laten ze het tegenovergestelde zien. Geen kwade opzet, dat gebeurt onbewust. Medewerkers spiegelen zich, ook onbewust, aan dat gedrag. En zo blijft alles bij het oude. Het is dan onmogelijk om taaie patronen te doorbreken. Begin daarom als leidinggevende altijd bij jezelf. Vraag je af, wat kan ik met mijn houding en gedrag laten zien dat bijdraagt aan bijvoorbeeld de gewenste cultuur of aan de klanttevredenheid? Kies maximaal 3 eigenschappen en deel die met je collega's. Vraag hen om jou daarop te spiegelen. Houd dat gedrag minstens 3 maanden vol en laat het dus elke dag zien. Je ontwikkelt daarmee niet alleen zelf een positief nieuw gedragspatroon, maar je zult zien dat jouw voorbeeld zich, na verloop van tijd, gaat verspreiden. Begin nu meteen en vraag jezelf af, met welk gedrag geef ik het goede voorbeeld? Jouw voorbeeldgedrag draagt dus bij aan het gevoel van veiligheid van alle collega's in de organisatie. Het is een absolute must om innovatie op gang te brengen. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.